Mijn naam is Robert en mijn vraag voor jou is: wat ga je ooit doen als je een doelpunt scoort? Dus welke move doe jij bij je volgende doelpunt? Eerst naar boven kijken, God bedanken voor elke dag die ik heb. En ik wil ook nog weten, welke muziekstijl vind jij het leukst? Hip-hop, house en R&B. Hallo, ik ben Thibaut. Wou je al altijd een verdediger zijn of niet? Vroeger was ik aanvaller en op een gegeven moment werd ik verdediger en dit vind ik heerlijk. Zou je opnieuw aanvaller willen worden? Nee, nee, ik denk het niet. En stel je voor dat je mocht kiezen, bij welke club zou je dan graag willen spelen? Chelsea. Hallo, ik ben Sibbe en mijn vragen zijn, is dat niet vermoeiend dat je zoveel moet trainen en dan nog een match erbij? Nee, dit is mijn werk. Net zoals iedereen elke dag naar zijn werk gaat, moet ik ook gewoon lekker werken en wedstrijd. Dat is het allermooiste. Wat ik ook heel graag wil weten is, wie is je lievelingsspeler van heel de wereld? John Terry. Mijn naam is Evelien en mijn vraag voor jou is, wat vind je eigenlijk zo leuk aan voetbal? Ja, dat ik het eigenlijk al sinds kleins af aan wil doen. En dat ik nu van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken, dat is het allermooiste denk ik. En natuurlijk mijn familie voetbalde ook. Ook bij Ajax, mijn moeder, mijn ouders en dan uiteindelijk ben ik degene die het zover heb kunnen schoppen. En wat is uw beste match ooit gespeeld? Ja, moeilijk denk ik. Ik denk dat je, ja, beste match, je kan natuurlijk bij Ajax een paar goede wedstrijden gespeeld, hier een paar goede wedstrijden gespeeld. Ja, maar ik kan er niet zo 1, 2, 3 eentje uitpikken. Dat is een moeilijke vraag. Dat zijn hele moeilijke vragen.